Verander en verfris uw huis met ons behang. Het zelf aanbrengen van behang is buitengewoon eenvoudig. Als u ervoor zorgt dat u alle gereedschappen bij de hand hebt, hoeft u alleen onze instructies nog maar op te volgen. Naast uw behang en non-woven behanglijm hebt u nodig een emmer en iets om de lijm te roeren, een spons of doek, een waterpas, een behangmes, een liniaal, een naderoller, een lijmkwast, een behangkwast, een behangsnijder en een potlood. Zorg er allereerst voor dat de muur schoon en glad is, zonder boorgaten, oud behang of andere oneffenheden. Uw behang wordt geleverd in één of meer rollen. Lees de instructies aandachtig door voordat u van start gaat. Begin door de banen één voor één te snijden en tegelijkertijd uw behang te controleren. De banen zijn duidelijk zichtbaar genummerd om u te helpen ze in de juiste volgorde aan te brengen. De lijm wordt geleverd in poedervorm en moet worden gemengd met warm water. Begin vanaf de linkerkant. Zet met het potlood een licht lijntje op een afstand van 45 cm uit de linkerhoek, de afstand van één baan. Gebruik een waterpas om er zeker van te zijn dat de lijn perfect verticaal is. Breng de lijm rechtstreeks op de muur aan. Breng de lijm steeds iets breder aan dan de breedte van één baan. Als u de lijm in één keer op de volledige muur aanbrengt, kan het zijn dat de lijm droog is voordat u tijd hebt de volgende banen aan te brengen. Alle nummers van de banen moeten recht naar boven wijzen in de richting van het plafond. Breng de eerste baan aan langs de door u getrokken potloodlijn. Als u ervoor zorgt dat de eerste baan recht is, verloopt de rest van het proces eenvoudig. Als u de eerste baan hebt opgehangen, gebruikt u uw handen of een behangkwast om eventuele luchtbellen glad te strijken. Werk daarbij vanuit het midden van de baan richting de randen. Als u een aantal extra centimeters aan de hoogte hebt toegevoegd, moet u er goed op letten dat de baan ten opzichte van de vloer en het plafond precies in het midden wordt geplaatst. Breng de tweede baan aan langs de eerste en let erop dat het patroon van het behang goed aansluit. Gebruik uw handen om de banen voorzichtig aan te duwen, zodat er geen naad te zien is. Gebruik een naderoller om de naden stevig aan de muur te lijmen. Verwijder een eventueel teveel aan lijm met behulp van een vochtige spons of doek van het behang. Ga door met de volgende banen totdat alle banen zijn aangebracht. Als een baan niet helemaal goed is aangebracht, kunt u deze voorzichtig lostrekken en opnieuw aanbrengen. Als u tevreden bent met het eindresultaat, kunt u de bovenkant, onderkant en hoeken van uw behang afsnijden. Geniet van uw nieuwe kamer.